Het kleinste haventje van Friesland is de haven van Laaksum. Er is nog één visser. Het historische gebouwtje dat ooit als zogenaamde hang- of zoutloods in gebruik was, is totaal vervallen. 2 jaar geleden werd nog het 100-jarig bestaan van dit haventje gevierd. Rond 1932, toen de haring- en anchovisvisserij in de voormalige Zuiderzee nog in fleur was, had de firma De Rook uit Lemmer hier een rook- en zouterij opgericht. Opgetrokken van mooi wit zandsteen. Sinds de afsluitdijk deze visserij tot het verleden heeft gemaakt, had de hang met rokerij voor de firma De Rook geen functie meer. Rond 1940 is de hang aangekocht door de vishandel firma Smits en Zwaan in Stavoren. Door de heren Smits en Zwaan werd besloten om te gaan palingroken. De haringrokerij werd in een palingrokerij omgezet en in werking gesteld. Dit heeft maar een paar jaar geduurd. De hang werd daarna door de vissers van Laaksum gebruikt als plaats voor het wegen van de vis en het uit de war halen en schoonmaken van de netten. Tevens was het bij minder goed weer zo ongeveer de plaats waar de Laaksummer mannen samenkwamen en waar de gesprekken van de dag plaats hadden. Na 1970 bleef er slechts één vissersvaartuig oog op Laaksum, die de hang tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt als opslagplaats voor de visserijbenodigdheden. Wiebo van der Linden maakte bij het 100-jarig bestaan een uitvoerig interview met de laatste visser. Toen hoopte visser Jan de Vries nog dat er een museum in het gebouwtje zou komen. Helaas heeft de storm van de afgelopen winter flink huis gehouden in de Laaksummer hang. Ondanks het feit dat de gemeente Nijefurd het gebouwtje uitriep tot gemeentelijk monument, lijkt het nu alles behalve een monument. Laaksum heeft een interessante geschiedenis voor de vissers en voor iedereen die van vis houdt. Tegenwoordig is er nog maar één enkele visserskapitein over, Jan de Vries, eigenaar van de HL6. Jan vist al ruim 35 jaar en hij weet alles van Laaksum. Zoals over het oude geheim van de extra overloop die altijd op 2 mazen van de 4e hoepel van de Fuiker werd gebreid. Dat was om diefstal door lemsters of door stavermannen te bewijzen. En hij weet ook alles over de mooie en verlokkende brieven waarmee Laaksummer vissersknechten boerendochters wisten te verschalken. Als ze die brieven zelf niet goed konden schrijven, nou dan wisten ze wel iemand te vinden die voor een paar centen kant-en-klare liefdesbrieven verkocht. En als zo'n brief tot een eerste ontmoeting leidde, nou dan was het schot meestal wel raak hoor. Want uit de geschiedenisboeken blijkt dat Laaksummers geweldig kunnen vrijen. De glorietijd, dat was in de visserij van de haring en anchovis. Dat was voor de afsluiting van de Zuiderzee. Dat was 1920, daarom omstreeks. Ja. En hoeveel schippers, hoeveel vissers waren er toen bezig? Nou, toen waren er verschillende schippers bezig. Want iedereen viste toen. Toen waren er nog met kleine bootjes. En als het dan in het seizoen was, dan kwamen ook de boeren bijvoorbeeld gingen even vissen en op die anchovis, als die onder de kust zat. Die wilde ook even meedoen. Dus dan waren er wel 20 of 30 vissers die hier in de haven lagen. En toen had je natuurlijk nog geen quota, hè? Nee, toen had je nog geen quota, maar je had maar een klein bootje, dus je kon niet zoveel aan boord hebben. Het was niet zo grootschalig natuurlijk dan tegenwoordig. Nee. En wanneer bent u begonnen? Ik ben begonnen in 1976. Toen ben ik begonnen te vissen, want toen was... Daarvoor viste mijn vader en mijn oom op deze boot. Maar toen werd mijn oom ouder en toen kon ik erbij te vissen. Ik was eerst bouwkundige tekenaar op een architectenbureau in Begijzen. Dat is een heel ander beroep. Dat was heel anders, ja. Maar uw hart trok altijd naar het vissen? Nou, ik ging altijd op de fiets vanuit Buckhuizen over de Zeedijk hier naar Laaksum toe. En dan met mooi weer, en dan zag ik mijn vader en mijn oom mooi op het water vissen. En dan moest ik weer tussen de muren. En met mooi weer en zo, toen had ik toch ook wel zin om het water op. En je bent eigen baas, mooi in de vrije natuur. Ja. Dus dat trok wel. En hebt u er altijd goed van kunnen bestaan? Nou, in het begin was het hartstikke goed, de visserij nog, toen in 76. Ja. Want ik ging van het architectenbureau, ik verdiende toen met vissen in een week. Bijna hetzelfde als op het architectenbureau in een maand. Ja. Dus het was, het is nu armoedetroef.
de aalscholver is gekomen natuurlijk. Concurrent. Een grote concurrent, want ja, die vist ook heel wat op. Want in de jaren 70 bijvoorbeeld, toen zag je een heel enkele aalscholver. Maar in de loop der jaren is het steeds meer geworden. En ja, stel dat er nu 30.000 exemplaren zijn in het hele IJsselmeergebied. Die vreten een pond per dag, per stuk. Ja. Dat is 15 ton op een dag en dat is meer dan 100 ton in een week. Ja. En ja, op een duur houdt dat in stand natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar het was natuurlijk niet alleen, de klacht kwam er niet alleen in door de aalscholver. Nee, nee, nee. Het kwam ook door de intrek van de glazaal. Wat we vroeger zeiden, bij de spuisluizen en met de sluizen in Afsluitdijk. Dan krioelde van de glazaal die naar binnen trok op het IJsselmeer op. Ja. Maar ja, dat zie je nu niet meer. Het is misschien 1-2% nog van wat toen. En hoe komt dat die glazaal wegblijft? Ja, ze zijn natuurlijk ook allemaal aan het opvissen. Daarbij Spanje, Portugal, Frankrijk. Dat wordt, volgens de rapporten wordt er al 90% van de glazaal wordt er gevangen. Ja. Maar ja, wij zijn nu momenteel meer op bot bezig. En dat is een hele bijzondere bot, hè, die hier ontstaat. Ja, dat is een streekproduct. We hebben nu erkenning dat een streekproduct is. Ja. En in hoeverre onderscheidt die bot zich van andere bot dan? Nou, die bot die zwemt hier onder de Gaasterlandse kust en op het Vrouwenzand op de harde grond. Ja. En dus niet op die zachte grond, want dan krijgen ze wat een grondsmaak. Ja. En hier is het op die harde grond. En dan blijven ze mooi wat blanker natuurlijk. Ja. Want op die zachte grond dan worden ze ook wat zwarter, wat donkerder. En hier zwemmen ze een mooie blanke boot. En de smaak is veel beter. Ja. Is voor de watersport Laaksum een heel aantrekkelijke haven? Nee, dat is helemaal niet een aantrekkelijke haven. En hoe komt dat? Nou ja, zoals je ziet, de mond van de haven die ligt zo rechtstreeks naar het zuiden toe. Dus als de wind uit het zuiden komt, en een harde wind komt uit het zuiden, en dan komt die golfslag de haven in. Dus dan leg je hier tegen de kant aan te rijden en te rukken. Ja. En dan lig je niet mooi hoor. Ja, ja, het is maar een klein haventje en de recreatievaart die kan hier eigenlijk niet komen. De kieljachten niet tenminste. Want je staat maar een kleine meter water. Hè? Ja, en geen bakens hè. En geen bakens, nee, nee, nee. En het ligt achter het Vrouwenzand natuurlijk. Dus je moet de weg wel weten hier buitenom om in de haven te komen. Daarom ligt er ook een bergingsboot. Want ja, er zijn altijd jachten die weten dat niet. Of die navigeren niet goed. Nee. Ja, en die lopen vast. En dan zijn ze een prooi voor de bergers natuurlijk. Laaksums laatste visserskapitein Jan de Vries is ook de grote organisator van de feestelijkheden. Als u die gaat bijwonen, en dat mag ik u van harte aanbevelen overigens, vergeet dan vooral niet om in de schuur van Jan de Vries even te gaan kijken naar de antieke foto's die hij heeft verzameld en daar tentoonstelt. Van harte aanbevolen. De oudste foto's eigenlijk van de Zuiderzee. Nog met de stapeltje jollen. Met de oude visserlui van Laaksum. En dit was omstreeks de opening van de haven in 1912. Dit zijn oud-inwoners van Laaksum, bepaalde families. Deze foto's zijn genomen in 1916. Is dat nou altijd een hechte gemeenschap geweest? Ja, ja, ja. Het is altijd een hele hechte gemeenschap geweest. Ja. Grote gezinnen. En, ja, die konden natuurlijk allemaal konden ze niet vissen. Die moesten ook, ja, die hebben een ander werk gezocht of die vertrokken natuurlijk van Laaksum. Ja. Maar ze komen zeker vaak toch weer kijken even. Ja, heel oude families van nog voor de afsluiting. Die familie die hier gevist hebben, die komen nog steeds naar Laaksum. Maar ze hebben nog steeds belangstelling voor. Maar ze vinden hier allemaal prachtig. Ja. Vooral het haventje. Ja. Jan de Vries, de laatste visser van Laaksum, heeft nog één wens. Een opknapbeurt voor de vervallen visafslag. Zodat daar misschien een klein museum kan worden gebouwd. Ik wens het Jan toe dat ooit gaat lukken. Dorpsbelang Warrens heeft de eigenaren, de nazaten van de firma Smits en Zwaan, gevraagd om het gebouwtje onder te brengen in een stichting. Maar de eigenaren willen niet meewerken. Toch blijven Laaksum en Dorpsbelang Warrens hopen op een toekomst als visserijmuseum.